Welkom allemaal. Ik ben Maya Link en dit is Cultureel Bergen. Het gloednieuwe programma waarin we de ware passie in kunst en cultuur uit deze omgeving naar voren brengen. Iedere aflevering ontmoet ik bijzondere gasten die ons troost, inspiratie, schoonheid en ook nieuwe inzichten kunnen geven. En vandaag, vanuit de studio in Kranenburg, ontmoet ik Martijn Mulder van het Slotkwartier in Egmond en zangeres Wies Kavelaar, die haar albumpresentatie zou houden. En dat ging helaas niet door. Maar nu eerst een reportage over Martijn Engelbrecht, beeldend kunstenaar. En hij werkt vanuit de brandweerkazerne in Bergen aan opstekers. Het is eigenlijk heel lekker, hè, dat we niet alles meer kunnen. Dat er gewoon wat keuzes voor ons gemaakt worden. Dat geeft heel veel rust. Normaal gesproken komen we volgens mij ook een beetje om in alle keuzes die we hebben. En dat levert ook wel stress op. Tegenwoordig alles maar kan worden, alles maar kan doen waar je zin in hebt. Maar wat is dan eigenlijk zin? Waar heb je zin in? En heel veel mensen weten dat eigenlijk helemaal niet zo goed. Wat hun verlangen is. Maar als je je eigen hartsverlangen niet voelt, als je daar geen contact mee hebt, dan ben je heel vatbaar voor verleidingen. En dat is dus niet het verlangen van jezelf, maar het is dingen die van buiten komen. En dat zijn vaak mensen die geld in jou zien, een wandelende portemonnee. En daarmee krijg je heel veel, nog meer onrust eigenlijk, en wordt het nog moeilijker om bij je eigen verlangen te komen. Ik denk nu, is het wel heel mooi als de mensen, als ze hier langs rijden op de fiets of lopen, lekker niet. Dat het ook lekker is dat je heel veel dingen even niet kan. En dat er naast het verlies van de dingen die we niet kunnen, ook wel de andere smaak ervan te pakken is. Ik vind het fijn als je hier langs rijdt, dat je toch even met zo'n boodschap van, wat zou dat kunnen betekenen, welke god dan, en wat kan ik daar misschien nog iets mee. Ik zie dit soort, deze tekst eigenlijk als opstekers, een soort harten onder de riem voor de mensen die hier voorbij fietsen, wandelen. En even een gedachte van, hoe zou god het doen, of komt het uiteindelijk goed? Ja, het komt uiteindelijk goed. Duurt misschien even en we zullen wat lijden, maar ik geloof wel in de wereld en wij als mensen daarin. Als je hier de kazerne binnenkomt, loop je tegen deze vlag aan. Weet wat je moet doen als je een mens tegenkomt. Dat is eigenlijk een project wat we eerder hebben gedaan, intuïtieve mensbenadering. Maar het is natuurlijk super actueel. We lopen nu daar, van een paar jaar geleden wilde ik graag dat mensen zich erover gingen verwonderen. Wat doe je als je een ander mens tegenkomt? En nu ben je de hele tijd met die vraag bezig. De kern is een beetje, wat betekent het om een mens te zijn? Dus die vraag hebben we niet zo vaak. Maar het is wel fijn om daarmee wakker te worden en even te denken, wat betekent het ook alweer, menselijkheid? En dat probeert eigenlijk bij dit project, de intuïtieve mensbenadering, dat je eventjes door je eigen vooroordelen heen stapt en weer bij je eigen intuïtie in plaats van bij je eigen, angst en onmacht, maar dat je daaraan voorbij kan gaan. En eigenlijk weer kan zakken in het idee, ik ben een mens. Oh, is dat ook een mens? Ja, oké. Okay. Kunnen we elkaar daarin ontmoeten in plaats van, uit de weg, ik wil je niet hebben. Of ga opzij. Die vraag van of je een mens bent en wat menselijkheid is, is natuurlijk van alle tijden. Alle filosofen zijn daarmee bezig geweest. Maar ik vind het heel fijn als die, in het dagelijkse gesteld wordt. En we maken allerlei handleidingen. Hier zie je bijvoorbeeld dat je elkaar veilig kan verklaren door elkaar visueel te fouilleren. Dus je kan tegenwoordig elkaar natuurlijk niet meer zoeken. Als je bang bent dat iemand een wapen heeft, kan je dat eigenlijk niet zo doen. Maar je kan wel van een afstandje en dan vragen, mag ik je eventjes van top tot teen bekijken? Eigenlijk van, kunnen we elkaar als veilig zien? In plaats van de hele tijd die argwaan die nu enorm grote rol speelt. Dat zie ik tenminste veel om me heen, dat de argwaan de hele tijd wordt aangewakkerd. Ik denk dat we in de kern eigenlijk vanuit een vertrouwen elkaar tegemoet zouden kunnen treden. We kijken met een andere blik naar de gebouwen in onze gemeente. Samen met bouwhistoricus Rob de Vries in zijn wekelijkse rubriek Rondje met Rob. Op zoek naar de stijl van Bergen.
Ik ben Rob de Vries, ik ben architect en bouwhistoricus en beeldend kunstenaar. En er is mij gevraagd om een aantal items te maken over architectuur in Bergen. En dan ben ik natuurlijk zelf op zoek naar de Bergense architectuur. Maar ik weet niet of die bestaat. En misschien komen we daar in al deze afleveringen vanzelf achter of dat aan de hand is. Ik vind het leuk om te beginnen bij dit huisje. Dat is denk ik een van de oudste huizen hier rond de Ruïnekerk. En ik zal heel kort even iets vertellen over hoe die voorgevel in elkaar steekt. Dit is echt een voorbeeld van een sobere Hollandse renaissance. Nou, de jaartalankers die laten al zien hoe oud in ieder geval de ankers zijn. Dus dat zegt helemaal niets over of dat gebouw zelf ook zo oud is. Dit zijn zogenaamde kloosterkozijnen. Dat zijn halve kruiskozijnen. In de zijgevel kunnen we die straks ook even zien wat kruiskozijnen zijn. Dat zijn de voorlopers van de schuiframen. Schuiframen zijn pas vanaf 1670 echt in gebruik. Daarvoor waren het van die hele zware grote kozijnen die ook meteen de rol van de latij in zich hadden. Maar verder belangrijk onderdelen van de renaissance, dat is natuurlijk die trapgevel, maar ook die sluitstenen op die trappen en die waterlijsten die je heel duidelijk ziet. Dit is behoorlijk authentiek wat je aan de voorgevel ziet, aan de zijgevel. Kun je zien dat daar een nieuwe gevel in is gezet. Maar je ziet aan deze tandlijst duidelijk dat dit hier, dit is de oude gevel en hier is de nieuwe gevel. Maar waar zie je dat nog meer aan? Sowieso aan de voegen die vaak anders zijn. Maar ook aan deze stroomlaag heet dat. En daaraan kun je zien dat het dak is blijven staan toen ze die nieuwe gevel eronder hebben gezet. Dakpannen zijn wel heel oud. En ja, het aardige is dat als je hier zo staat, dat zo'n gebouw zelf zijn eigen verhaal vertelt. Ik bereid het ook niet voor. Ik loop gewoon maar op de bonnen voor hier door het dorp heen. En ik wil eigenlijk op deze manier laten zien wat er allemaal in Bergen aan architectuur te zien is. We staan hier nu aan de achterkant van het gebouw waar we natuurlijk net aan de voorkant stonden, het Sterkhuis. Dit is een hele bijzondere gevel. Eigenlijk verwijst het in de architectuur naar de gotiek. Dat zijn de oude houten gevels die vooral in steden veel voorkwamen. Maar die eigenlijk nog weer ouder is dan die renaissance gevel aan de voorgevel. Zo doet hij in ieder geval. Hij is eigenlijk vrij nieuw. Voor ons is dat vrij nieuw. 1913, dat staat natuurlijk niet voor niks daarin gehouden. Maar je kunt ook zien aan die consoles dat het echt duidelijk Art Nouveau-stijl is. Waarbij je meteen kan zien dat deze gevel nooit ouder kan zijn dan een ruim 100 jaar. Maar hij is wel gewoon ontzettend mooi. En hij past ook wel gewoon hier op deze plek. Eigenlijk staat hier heel goed. Oké, nog even een korte uitleg over die stoomlaag, zoals dat heet. Sommigen noemen het de stroomlaag, anderen noemen het de stoomlaag. Dit is gemaakt om een muur te beëindigen als zeg maar, het dak er al op zit. Je kan namelijk hier nooit laagjes metselen en dan je mortel er nog tussen krijgen. Dus pak je een steen en die schuif je er eigenlijk zo onder. En op die manier werk je eigenlijk die muur aan tot aan de goot en de muurplaat die daarop ligt. Nou, voor de volgende uitzending ga ik het hebben over het oude raadhuis. En de link tussen dat gebouw en waar we hier tegen het Sterkhuis aanstaan. Martijn Mulder, goed dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn. Ja, het is niet helemaal vers van de pers, maar het lijkt erop dat het straks uiteindelijk toch verwezenlijk gaat worden, de plannen voor het slotkwartier in Egmond. Ja, dat is een hele goede ontwikkeling. En we hebben er ontzettend veel zin in om aan de gang te gaan ook. En voor de mensen die het niet weten, wat beteken jij voor het slotkwartier? Nou, ik ben voorzitter van Stichting Historici Egmond. En wij hebben daar al sinds 1999 een plek in dat slotkwartier met onze stichting. En de laatste jaren zijn we daar actief met een bezoekerscentrum. Dus we hopen daar een soort centrale plek in te kunnen nemen. Een soort aanlandplek waar mensen terecht kunnen. Met vragen over de geschiedenis, maar ook vragen over wat er te doen is in de buurt. En wat maakt die plek nou zo bijzonder? Nou, er ligt zo ontzettend veel geschiedenis in dat slotkwartier. We kennen natuurlijk allemaal de verhalen van de familie van Egmond. Het was uiteindelijk een zeer invloedrijke familie in de geschiedenis van de Lage Landen. Het was de op één na rijkste familie. Alleen de Oranjes waren rijker. En ze hebben ontzettend veel betekend, vooral in de middeleeuwen.
En ze hadden daar natuurlijk hun stamslot, het grote slot op Den Hoef. Het was het grootste kasteel van Holland. Dus er heeft daar echt wel iets gestaan. En het is heel gek, als je oude kaarten van Nederland kijkt, dan staat heel vaak Egmond daarop. Terwijl de grotere plaatsen om ons heen, daar wordt nauwelijks over gesproken. En wat zien de mensen nu op deze plek? Ja, er zijn nu alleen nog de fundamenten van het kasteel. En natuurlijk de prachtige slotkapel. Ja. Dat is de kapel van de heren van Egmond. Al een hele oude kapel. En daaromheen staan een prachtige verzameling van monumentale panden. Ja, we hebben Hoeve Overslot, maar naast de slotkapel staat ook nog de Kapberg. En verder nog veel meer mooie panden. Dus er is op zich al genoeg te zien. Ja, en er zijn nu behoorlijke plannen in de koker. En, ja. Hoe gaat het veranderen, die plek? Nou, de plek gaat op zich niet zo heel, gaat uiterlijk niet zo veranderen. Ja. Gelukkig, daar hebben we met z'n allen heel hard voor gewerkt. Maar vooral informatief wordt het gewoon een stuk beter. En hoe bedoel je? Nou, er wordt gewoon veel meer verteld. We wilden daar echt graag met z'n allen de geschiedenis van het slotkwartier laten zien. Nou, er komt een cultuurhuis waarin Stichting Historisch Egmond samenwerkt met bijvoorbeeld de bibliotheek, maar ook met het VVV. De hoofdmoot daar is een hele grote expositie over de heren van Egmond en over de rol die zij daar gespeeld hebben bij de totstandkoming van de Nederlanden eigenlijk. En het is eigenlijk een verhaal wat nergens anders verteld wordt, dus daar ligt echt een hele grote kans. En het is echt niet de bedoeling dat daar busladingen vol met toeristen naartoe komen. Ja, want ik voel al meteen een soort toeristentrekpleister. Ja, nee, het wordt geen Muiderslot. Nee. Want dat hebben we gewoon niet. Dus nee. Je moet het op een subtiele manier doen. Ja. Maar we denken echt wel dat daar heel veel meer kan dan wat er tot nu toe gebeurt. Hey, en wanneer is het klaar? Nou ja, we gaan 1 september beginnen met de verbouwing. Het ons pand, wat ik dan ons pand noem. Dat is en welk pand is dat? Dat is een voormalig schooltje. En daar aangelegen aan een voormalig raadhuis van de gemeente Egmond-Binnen. En dat geheel wordt verbouwd tot expositieruimte. Het wordt geen museum, het wordt een inloopbezoekerscentrum met expositiefunctie. En dat zou dan klaar moeten zijn in mei volgend jaar. En hoe reageren de omwonenden erop? Nou, over het algemeen positief. Iedereen is blij dat er iets gebeurt. Ja. En iedereen waakt ervoor dat het, wat ik al zei, niet te druk wordt. Dat er geen parkeerproblemen ontstaan en zo. Want het is ook hun slotkwartier. Dat is heel belangrijk. En wij hebben ook heel bewust gezegd van het moet ook absoluut een inloopfunctie houden voor omwonenden, voor de Egmonders. Dus daarom zijn we blij dat bijvoorbeeld de bibliotheek daar een rol in kan spelen. Ja. En dat mensen daar evengoed gewoon binnen kunnen lopen. Ja. En wat betekent dit voor jou en wat betekent het voor Historisch Egmond? Ik ben hier samen met anderen heel lang mee bezig geweest. Ik reken altijd in colleges. Ik denk dat we er een stuk of 4 gehad hebben. Er zit over en weer. Ja. Dus, steeds van, dus je hebt eigenlijk ook heel erg hard gewerkt hier. Maar ja, er is heel veel tijd in gestoken. Ja. Dus ik ben gewoon heel blij dat we nu uiteindelijk met z'n allen tot iets gekomen zijn waar ook de politiek van zegt van nou, dit is gewoon een goed plan. En het is haalbaar. Wij gaan er volledig voor. Poëzie en mooie verhalen. Sjoerd Kuiper en zijn vrouw Margje brengen ons elke dag weer troost. Deze serie is ontstaan omdat we iets aardigs wilden doen voor de kinderen. In de tijd van corona en kinderen gedwongen waren om thuis te blijven. Ja. En eigenlijk kwam Sjoerd erbij. Ja, door jouw idee zei ik, nou, dan kan ik net zo goed ook gewoon zelf gedichten voorlezen voor volwassenen. En die plaatsen we dan wat later op de dag. Dus hebben we 2 series gemaakt. 1 voor kinderen die Margje deed met tekeningen en gesproken teksten en ik in beeld. Maar je zag ook overal initiatieven opkomen. We waren niet de eerste, maar je zag gewoon dat mensen dingen weg gingen geven. Voorstellingen, theatervoorstellingen. Ja, dat is zo. Theaterconcerten zag je ook op de bank, weet je, van Peter en Helen. Daar genoten wij ook weer erg van. Ja, precies. Dus we dachten, we doen mee en we geven ook iets. Het is een soort een manier van geven eigenlijk wat je doet. Ik ben de filmer en ik vind het heerlijk om naar buiten te gaan. Dan heb ik ook een goed excuus om naar buiten te gaan. Dan hebben we een missie. En het is ook heel leuk om de omgeving van waar we wonen, waar de gedichten zich afspelen veelal, om die daarbij te betrekken. Dat geeft het een extra diepte volgens mij aan de poëzie.
Ja, als je een gedicht hebt van Roosendaal in Bakkum, ja, dan is het gek om dat in Kamperduin te doen. Dat gedicht over de Hondsbossen, dat doe je gewoon. Hoe hard het ook woeien en hoe koud het ook was die dag, dan ga je bovenop de Hondsbossen staan en dan film je daar. Maar je bepaalt het beeld en daar ga ik in zitten. We hebben ook filmpjes gemaakt voor scholen en bibliotheken. Die belden ons met het verzoek om iets voor de kinderen te doen, opdrachten te bedenken. En ja, daar heeft Sjoerd hard aan gewerkt en dat heb ik vervolgens gefilmd. Ja, dat helpt je wel aardig door deze periode heen, moet ik zeggen. Het is dus, het wordt meteen al beloond door het te doen. Het is natuurlijk heel raar. In de eerste plaats kun je zeggen wij boffen, want we zijn altijd gewend om gewoon hier met z'n tweeën te wonen en onze dingen aan huis te doen. Dus voor ons was er een minimale verandering, zo leek het aanvankelijk. En we hebben lekker de ruimte om ons heen, dat maakt het ook zo prettig. We boffen enorm, maar dan blijkt toch dat je veel meer mensenvriend bent dan je denkt. En dan blijkt dat als er een klein kind geboren wordt in Amsterdam, dat je die niet in je armen mag houden. En dat is dus wel even wennen. Dat is een gemis, maar je kunt het je erger voorstellen dan het voor ons is. En dat doen we dan af en toe maar. En dan denken we, het valt wel mee en het gaat wel over. En dat, Wij mogen echt niet klagen. Nee, echt niet. Doen wij ook niet. Nou, en ik duik toch iedere avond, hoewel het toch enigszins verlammend werkt, vreemd genoeg, deze situatie. Toch dapper dit hok in en dan... Dit is mijn werkhok, wat je hier ziet. En dan schrijf ik. Ik ben bezig aan een nieuw kinderboek op verzoek van het Kinderboekenmuseum in Den Haag. En dat is heel erg leuk om te doen. Dus het gaat eigenlijk gewoon door. Nou, als we dan kunnen afsluiten met een gedicht, dan een heel kort, zeer optimistisch, vrolijk gedicht voor iedereen in deze tijd. Het gaat zo. Wie in de lente lustig bloeit en in de zomer vruchten draagt, heeft warme voeten in de herfst en lacht tot in de winter. Annard Kaai, tekenaar en schilder, wijdt zich de laatste tijd aan het vastleggen van plekken waarin mensen hun huizen aanpassen wegens corona. Annard, wil jij nu iets vertellen? Want het is nu nog stil. Ja, nou ja, ze gaan natuurlijk direct spelen. Het is puur toeval dat we dat hier treffen. Maar het is wel heel duidelijk voor de situatie waar we nu in zitten. En dat hek, dat is eigenlijk heel bizar. Dit is een wooncomplex waar mensen wonen. En er wordt dus een hek omheen gezet, zodat de bezoekers gescheiden blijven van de bewoners. Hoe helder wil je het hebben? Bizar, en daar verklaren, jeetje. Die mensen zitten al helemaal achter glas. Moet je kijken, er staan drie rijen dik die hekken. Ik snap het niet helemaal. Ik was hier wel doorgeschokt eigenlijk. Weken bezig met allerlei situaties vast te leggen. Ja, Schorl, Bergen, Alkmaar. En wat ik zo interessant vind is dat mensen moeten improviseren en oplossingen verzinnen om zeg maar door te kunnen gaan met de dingen die ze willen doen. Dus dat soort hekken en linten en borden die dan allemaal verzonnen worden om dat te kunnen realiseren, die leg ik vast, want het is eenmalig en straks is alles weer weg. Ja, dat is eigenlijk heel beeldend. Ja. Het regionaal archief Alkmaar, nemen een serie van die beelden op en ze komen ook in het Stedelijk Museum in de collectie terecht. Oh, dat is mooi. Ja, ze zijn ook op de site van het Stedelijk Museum te zien. En op Facebook, ja. Met Wies, van Wies en de Liefde. Hi. En Wies, wij kennen elkaar natuurlijk. Dat klopt. Ja, want we zitten ook wel een beetje in hetzelfde schuitje. Zeker, we zitten in hetzelfde schuitje en kennen elkaar al best wel lang. Al heel lang. Ja. Ik ben weer uit mijn grot gekropen, zeg maar. Ja, eindelijk weer een make-upje opgedaan. Even weer wat fris aangetrokken. Schone onderbroek aan en hup, voor dit interview je verschenen. Ja. Ja, want eigenlijk heb jij, de afgelopen maanden, maar eigenlijk kan ik ook zeggen gewoon de afgelopen jaren super hard gewerkt.
Ja, zeker. Naar een, ook nog een bepaalde piek toe. En stond ons allemaal iets te wachten. En dat, daar moeten we nu nog steeds op wachten. Ongelooflijk, hè? Ja. Je albumpresentatie. Ja, ik zou 22 maart mijn eindelijk, na jaren werken inderdaad, mijn eerste album presenteren in de Victorie. Ja. En dat is helaas niet door, of heeft helaas niet door kunnen gaan. Dus ja. En ja, en nu? Wat moeten we nu? Nou, eerst was dat wel eventjes in een dipje de eerste 2 weken zo in die quarantaine. Gewoon omdat je met je energie bouwt op naar een bepaald punt. En dan ineens moet je dat weer loslaten. Ja. Vond ik best wel ingewikkeld. En inmiddels hang ik er wel lekker in eigenlijk, eerlijk gezegd. Ik heb het wel kunnen draaien naar, ja, het is overmacht, ik kan er niks aan doen. Ja. Veel me afgevraagd of ik allerlei coronaproof plannen moet maken om het dan toch nog uit te brengen. En ik heb eigenlijk besloten om dat niet te doen. Ik wacht hem gewoon nog eventjes af. Ja, en, tot de golf gaat liggen. Precies, tot de golf gaat liggen en we weer mogen spelen. Ja. Hey, en je zit er nu lekker in, maar is dat ervoor, zat je er ook lekker in? Want je had wel een hele mooie videoclip gemaakt. Ja, eigenlijk zo die maanden voordat de release zou plaatsvinden was ik bezig met, ja, heb ik inderdaad een clip uitgebracht, singeltje uitgebracht. Niet helemaal corona-proof meer, is hij? De clip? Nee, zeker. De clip is zeker niet corona-proof. Nee, dat is inderdaad goed dat we die vlak daarvoor nog hebben opgenomen. Maar zou je die clip nu nog steeds maken? Of hoe zou je dat dan... Nee, is niet meer mogelijk, hè? Nee. Heb ik nog niet eens over nagedacht. Goed dat dat gebeurd is van tevoren. Ja, dan was het gewoon niet, had het niet gekund. Dus nee. Eigenlijk was het... Was het heel saai geweest ook. Nou, en ook had je het er nog even goed van kunnen nemen en zo. Ja, zeker. Toch? Ja. Maar misschien moeten we even naar de clip kijken. Verwacht, vandaag of morgen in de nacht. Het is niet dat ik iets van je wil of moet, verlangen naar iets anders. Het is niet dat ik niet zonder kan, red het heus wel zonder man. Maar sinds jouw handen langs mijn billen zijn geweest en nergens anders. Want ineens schiet het weer omhoog, een hartslag als je binnenloopt. Hoger dan de hoogste boom, waait het door me heen. Gaan. Je duikt weer op en je laat me staan. Bedenk je vaker dan je doorzet, wat al lang niet meer te stoppen is. En ik wil niet dat je wacht op iets beters voor de nacht. Want lief, geloof me, je mag me hebben. Ik geef je alles, maar dan anders. Want ineens schiet het weer omhoog. Mijn hart slag als je binnenloopt. Hoger dan de hoogste boom, waait het om me heen. Mijn hartslag als je binnenloopt, hoger dan de hoogste boom, waait het om me heen. Waait het om me heen. Hey, Pies. Jij maakt wel hele specifieke muziek. En kan je net omschrijven wat je nou eigenlijk aan de wereld wil vertellen met je teksten en met muziek? Oh, in één korte zin? Nee, het is per elk nummer anders. Maar een soort essentie? Nou, ik vind het fijn als ik schrijf om ergens over te schrijven waar men over na kan denken. Zo simpel is het eigenlijk. Het hoeft niet voor iemand een omslagpunt te zijn of iets heel dieps te betekenen. Maar ik vind het in ieder geval fijn om te schrijven met inhoud ergens over. Over levensthema's waar mensen... Er zit een bepaalde hartstocht in, toch? Ja, klopt. Passie. Ja, zeker. Ja, zoals de clip die je net hebt gezien, die is ook niet zomaar een thema. Ik zing niet per se alleen maar over simpel naar de supermarkt gaan en daar de liefde van je leven tegenkomen. En dat er dan vervolgens alles goed is of zo. Nee. Maar waar zing je dan wel over? In deze videoclip? In deze videoclip? Deze single gaat over de vrije liefde, over open liefde bedrijven eigenlijk. Een beetje taboe doorbrekend proberen te zijn binnen dat thema. Ik vind het belangrijk om daar open over te kunnen praten. En dat iets is wat gewoon tijdens een wijntje in het café
ooit weer gewoon besproken zou kunnen worden, in plaats van dat er allemaal moeilijk over gedaan wordt of raar. Het is nou niet zo dat ik mezelf als strijder vind om dat open te breken, dat onderwerp. Maar ik merk wel in mijn generatie dat dat veel speelt, maar dat daar wel heel lastig over gesproken wordt. Dat mensen daar toch niet zo open over zijn. En ja, een klein beetje helpen met zo'n clipje maken en natuurlijk met een beetje een knipoog leek me wel een goed idee. Ja, ik vind het een supermooie clip. Het is dankjewel. Heel goed gelukt. Stel nou dat die golf weer gaat liggen en we mogen weer. Wat ga jij dan doen? Als eerste die uitverkochte zaal in de Victorie plat spelen. Ah, dat is uitverkocht? Ja. Oh, dus dat als start. En ik hoop daarna de tour die ik echt gepland had gewoon weer te kunnen laten plaatsvinden. Maar dat is super onzeker, want ik heb geen idee of boekingen mogelijk zijn en vanaf welk punt er weer ruimte is voor bands zoals Wies en de Liefde. Ik heb zomaar het idee dat er eerst de grote acts allemaal weer een plek krijgen en waar het meest geld mee verdiend wordt natuurlijk. Dus het is een beetje onzeker. Ja. En in de tussentijd heb ik dan besloten om maar gelijk een tweede album of althans een tweede EP op te nemen. Haal je er ook voordelen uit? Veel. Veel inspiratie. Heel veel. Dus je bent nu veel aan het schrijven? Ja, ik ben heel erg veel aan het schrijven. Ik zit helemaal in mijn eigen Logic project. Ik ben alles lekker zelf aan het opnemen. Oh, en eigenlijk dingen aan het doen waarvan ik al jaren denk, wanneer zou ik daar de tijd voor hebben? Nou, nu. Dus dat voelt eigenlijk heel erg lekker. Ik voel ook niet zoveel druk om te streamen of online mezelf de hele tijd zichtbaar te houden. Ik zit echt even lekker in mijn quarantaine cocon. Ja. En je hebt ook iets in je koker nog, dus dat hoeft nog niet. Nee, ik voel wel een beetje onrust hoor. Want het is natuurlijk normaal gesproken, blijf je bezig en moet je zichtbaar blijven. Hallo, blijven doen de hele tijd. Maar ik denk dat dit het enige moment in mijn leven is dat ik het meemaak om naar binnen te keren. Dus dat ben ik aan het doen. Dit was Cultureel Bergen. De kop is eraf. Ik vond het heel gezellig. En volgende week zijn we er weer met beeldend kunstenaar P. Ox. Ik zie jullie heel graag terug. Tot de volgende keer. Zorg goed voor elkaar en vooral ook voor jezelf. Dankjewel.